Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611. En welkom bij Battlefield 1. Wij gaan in ons eentje gaan we gewoon even een fort bestormen. Ik heb volgens mij geen silencer op mijn sniper rifle. Oh my god, en die kerel gaat niet eens dood. Fair enough! Ik denk, ik schiet hem gewoon neer en dan zie ik wel waar dit allemaal vandaan komt, maar... Ach, waarom ook niet? Dat zijn we in één keer vanzelf. Waarom zouden we dit een sluipmissie doen? We hebben al een keer lopen sluipen. Hallo. Even lekker sprayen, toch? Ik bedoel, dat is wat iedereen online doet. Wat super saai is. Maar daar zijn ze al bijna. Hallo. Oh. Oude Wemmo. Hallo. Hij schiet gewoon niet eens op mij. Dus. Dan maar op deze manier, toch? Ja, dan maar op deze manier. Wat had hij voor geweer? Nou, een geweer die ik niet kan pakken. Oh, hoi. Jij bent een beetje heavy, meneer. Oh, serieus, Sander. Ja, je hoeft niet eens te headshotten, volgens mij. Om een one-shot kill te krijgen in single player. Dus ik weet niet waarom ik dit allemaal zo doe. Wat een leuke plekjes hier, hoor. Er zal vast in een van deze huizen wel weer codexen liggen en weet ik veel wat. I don't really care. Maar ik hoop het eigenlijk meer op een wapenkistje of zo. Dus, dat zit er niet in. Dat is jammer. Maar we moeten daarheen, dus ja, laten we... Oh, nou, wapenkistje zit er wel in. Dat is grappig. En het is ook nog eens iets heel cools. Een experimental dingetje. Ik weet wel waar die entrance is. Ik ben gewoon nog even aan het rondzoeken. Gewoon nog wat mensen schreeuwen. Altijd leuk. Nou, het lijkt allemaal een beetje hetzelfde. Al het interne in deze huisjes lijkt allemaal een beetje hetzelfde. Hallo. Hallo. En... Ja. Let's get in. Oh, ik hoor al mensen beschoten worden. Dan weet je gewoon dat het al helemaal misgaat. Maar goed, ik bestorm het in mijn eentje. Let's go dan maar, hè. Oh, daar heb je hem maar. Weet je zeker dat je me niet gewoon wil neerknallen? This place is about to come down any moment. No, we can't leave. There are still hostiles coming and we can't outrun them with our wounded. Okay. You get going then. I'll cover your retreat. Ik cover jou, ga jij maar rennen. Look like I'm capturing the fort. It'll be enough distraction. Once you get past allied lines, send up a flare. Let me know you're safe. I'll make my retreat then. Ja, dus als je die flare schiet, dan kom ik ook. Ik kwam hier voor jou, hoor. Ja, waarom is dat zo? Dat ze die ene kant van de hoed zo omhoog hebben. Dat heeft hij nu ook. You are a proper Aussie now. Dan weten ze dat hij uit Australië komt ofzo. That's a little bit weird. Maar ook wel weer grappig. Nou. Dus, zij gaan nu. Als is... Oh, yo. Even rustig. En hij denkt dat hij nu doodgaat. Wow, even lag. Yo, waar komt al deze lag vandaan? Serieus, waar komt die lag vandaan? Kijk, nu is het weg. De allereerste keer in deze game dat ik een lag spike heb. Kut, dat is iets te ver. Ja, weer daar. Elke keer wanneer ik daar kijk, dan begint hij te laggen. Oh. Jongen, jongen, jongen. Hallo. Kom eens hier. Kom nou. Hij komt ook gewoon niet, hè. Even die reloaden. Hallo.
Nog steeds lag tijdens deze missie, maar goed. Hallo. I'll take you all on. En ik ga dat in mijn eentje ook gewoon doen ook. Dank u. Even hier omhoog. Damn. Dit is echt heavy. Dit is heel heavy. Oké. Dat is misschien too much. Dat is misschien een beetje too much. Maar goed. Hoi, sniper. Nou, kom op, Zelda. Niet zo scheel. Hé, waarom ga jij niet dood? Schiet ik daar nou echt doorheen? Allemaal gaan ze dood. En allemaal bombardementen hier van die schepen. En dan zit ik dus middenin. Het is echt crazy eigenlijk. Maar wij gaan door. I'm ready to move forward. Oh god. Nou, kom op nou. Hij volgt mij ook gewoon hier, hè. Hij weet gewoon precies waar ik ben. Ook al ga ik hier langs, dan weet hij meteen dat ik hier ben. Ja hoor. He sure does. Eventjes healen. There you go. Hoppakee, headshot. Oké. There we go. Met jullie alarm. Oh, daar is dat alarm. Hoppakee. Doei. Dank je voor het wachten. Hebben ze hem nou op slot gedaan? Ze hebben die shit op slot gedaan, ik hoorde het. Oh, laat maar. Ze wouden er zelf doorheen. Oké. Waar zijn jullie, bitches? I'm the runner. Oh, shit. Ja. Thank Christ dat die Britten dat niet goed kunnen. Oké, gaan we hier omhoog of... Nou, we hebben hier wel weer iets. Dit is Celery Gotti Trench. Ja, ik heb bijna... Mijn kogels zijn bijna op, dus doe maar. Hier kunnen we niet doorheen, dus let's go downstairs dan maar. Oh, nee. Succes. Go to hell, you bloody flamethrower. Oh my god. Damn, this shit is heavy. Oh god. Dat zijn er wel heel veel. Die shuffle werd kapot gemaakt. Maar dat is wel nice. You can use in close quarters or to perform an instant melee kill. I know. That is why we have it. Oh, verdikke man. We zijn allemaal een beetje aan het vluchten hier, hè? Zou een man dit ooit in zijn eentje hebben overleefd? Dat lijkt me sterk. Maar het is wel super heroisch en super cool. Damn. Dit is wel de meeste actie tot nu toe in een verhaal. En best wel cool hoor. Hoe dat hier zo op een kasteel gebeurt. Wat is het eigenlijk een stom plan, denkt hij nu pas even. Capture the courtyard. Oh ja. Let's capture the flag. Jack better be close. Can't keep this up. Oh god. Kom maar. Helaas. Aim for the fact. Oh, oké. Dank u.
Komen er meer? Looks like it, maar ik heb helemaal niks meer qua ammo. Oh, er zijn nog meer. Oh god. Oh god. Is hij nou nog niet kapot? Ja. Prima. Shit, ik heb geen cover. Ik heb nergens cover. Nu wel. Ik hoop maar dat ik iemand raak. Oh, ik maak een push. Oh god, die leeft nog. Dat wist ik niet. Goed zo. 50-50. Mijn ammo is echt schaars. Maakt me allemaal niet uit. Ik wil gewoon switchen. To switch to. Ik weet het niet. Nou, we hebben het. Oh, kijk. Hier lag nog iets. Maar ja, dat zijn grenades. Ik heb nu maar een paar kogels met deze shotgun. Maar Fort No Bad wordt van ons. En nu hopen op die flare. Dat is het dus. We moeten hopen op die flare. Heeft hij het overleefd? Want wij hebben het overleefd. De Engelse vlag staat daar. Oh god. Oh nee. Nee. Daar worden we alsnog geraakt. Bloeden we hier dan dood? Is dit dan het einde voor deze oude meneer? Wat die als een legende wordt bestempeld. Ik hoop het niet. Damn. De blijdschap, ja. Maar ja, dit is wel het einde van hem. Poeh, heftig even. Dat vind ik echt heftig. Savage fighting continued for 9 months. 9 maanden lang. En uiteindelijk werd het toch een hard-won victory van het Ottomaanse Rijk. Honderden duizenden Ottomaanse soldaten hebben hun leven ervoor gegeven om hun thuisland te verdedigen. From their ranks came the battle. For the first time Australians and New Zealanders fought under their own flag. Hun eigen vlag hebben ze gevolgd. Tales of heroism and made sure were pivotal in forging their national identity. Dat was dus echt een hero story. En die was wel echt even heftig. Oeh. Die gingen wel even in bij mij, weet je wel. Dan ben je zo'n oude man die vecht en zo. En gewoon het hele gebeuren in de Eerste Wereldoorlog. Oh man, en dan... Dan ben je eigenlijk, ja... Klaar. En dan zie je dat je dat joch, wat eigenlijk niks kan, dat die het wel heeft gehaald. En dan... Lig je daar op de uitkijk, terwijl je alles hebt gegeven. Een suicide mission was het. Maar ja, wat was het niet in de Eerste Wereldoorlog, een suicide mission? Wauw. Ja, ik ben er heel even stil van. Dat was wel echt even mooi. Echt, ik vind deze war story zo goed gemaakt. Bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter en dan spreek ik jullie de volgende keer bij een nieuwe war story. Tot de volgende keer, guys. Doei.